dat was me echt weer een mooi bezoekje, hè? Bijzonder, hè? Goh, die Tini zeggen, wat een engel is dat. Ongelooflijk. Ja. Nou, wie zullen we nu doen? Nou, misschien een idee om gewoon in die zak te kijken. Ja, ik zou zeggen, pak er even op. Oh, zou die zak eens even hier? Ja, laat me zien, hoor. Ja, laat me zien. Hier even op. Is dat zo? Kijk eens. Ik ben echt heel benieuwd. Hier zitten er zelfs twee in. Oh, zitten er twee in? Kijk eens, Pim en Angelien. Pim en Angelien. Pim en Angelien. Ah, Pim en Angelien van der Linden natuurlijk. Oh, nou. Gaan we erheen? We gaan erheen, kom op. We gaan er gewoon die kant op. Ik ben super benieuwd wat zij hebben gedaan. Zal ik dit keer jou gewoon filmen? Jij filmt mij? Ja. Dan ga ik naar binnen. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik loop gewoon achter je aan. Oké. Ja. Oké, daar komt ie. Wat is dit voor een creatief, joh. Pim, wat ben je aan het doen, man? Happy Stones maken. Happy Stones maken? Ja. Wat kun je, dat is ontzettend mooi, zeg. Ja. Zo. Angelien, wat ben jij aan het doen dan? Ik doe loemen. Loemen? En wat doe je dan precies? Ik zie dat je die elastiekjes allemaal... Wat maak je dan voor moois, joh? Maak armbandjes. Armbandjes. Schitterend, zeg. We zijn hier volgens mij met een hele goede reden. Want wij hebben gehoord dat jullie in die heftige coronatijd heel veel mooie dingen hebben gedaan. Klopt dat? Zeker. En die coronatijd, kun je daar iets over vertellen? Was het een zware tijd ook? Nou, niet leuk. Was niet leuk? Nee. Waarom niet dan? Klote. Ja, niet fijn, minder fijn. Was het minder fijn? Ja. Het is eigenlijk niet leuk. Waarom? Wat was je dan? Je verveelde veel. Je verveelde je? Ja. En ben je nog ziek geweest toen ook? Nou, zo. Moest je wel op je kamer zitten? Ja. Ja, dat was niet zo fijn, denk ik, hè? Nee. En Angelien dan? Is de coronatijd voor jou pittig geweest? Ja, vind ik wel. Ja, wat was er zo pittig aan? Wat zo misselijk en helemaal. En ik vind corona vind ik natuurlijk niet leuk. Nee, dat was niet leuk. Daar was ook ziek van, hè? Ja. Moest je ook op je kamer zijn? Ja. Hoe lang dan? Dat weet ik niet meer, maar wel lang. Wel lang, ja. En Angelien, ja? Heb jij in coronatijd loembandjes gemaakt? Ja. En voor wie heb je die gemaakt dan? En voor alles wat. Voor alles wat? Ja? Leef ik je even vertellen, want ze zijn heel druk bezig geweest, hè? Ja, in de coronatijd zijn ze allebei bezig geweest met loembandjes. En daar zijn jullie bezig geweest voor begeleiders, voor mensen in het ziekenhuis die daar werken. Om zo iedereen een beetje vrolijkheid mee te geven. Een steun te geven in de rug. Een steun in de rug in coronatijd. Ja. Dat is ja. Heel mooi gezegd. Ja, wat geweldig. En die stenen dan? Pim die gaf altijd aan dat het in Ommen meer kleur kon gebruiken. Ah, dus dat zo is zijn wij tijdens een wandeling, als we dan stenen tegenkwamen, hebben we die meegenomen. En bij de volgende wandeling zijn we die uit gaan delen in Ommen. Ergens neergelegd in een bos, in een speeltuin. Ja. Om zo iedereen een beetje meer kleur mee te geven. Ooit heb ik ook een Lidl steen gemaakt, zeg maar. En die heb ik voor de winkel voor de Lidl neergelegd. Echt? Maar die is dus niet weggegaan. Ja. Maar die is dus eigenlijk gewoon in de kantine van Lidl gekomen. Dat vonden ze zo mooi, dat hebben ze zelf bewaard. Ja. Wat heb je voor bijzondere stenen gemaakt dan? Nou, ik heb eentje gemaakt, een Be Happy. Een Be Happy, dit is een echte Be Happy steen. En dat steen, is eigenlijk dat je jezelf mag zijn. Je mag jezelf zijn, hè? Ja. Het stelt niet uit als je meisje of meisje bent. Het maakt niet uit wie je bent. Je mag homo zijn, je mag alles zijn, hè? Ja, tuurlijk. Wat is dit voor mooie steen dan, Pim? Oké. Deze. En ja, dat is van de kerk. Dat is van de kerk. Ja. Maak je ook stenen van de kerk? Ja. Heb je al zo'n steen in een kerk gelegd? Ja. En wat zie ik hier? Nou ja, het is een poppetje. Ja. Die een beetje boos kijkt.
omdat hij hoort wat er in de wereld gebeurt, dat hij het niet leuk vindt, zeg maar, dat wat er in de wereld gebeurt, dat hij zegt van, dat moet stoppen. Er gebeuren ook erge dingen in de wereld. Ja. Ja, ja. Maar gelukkig heb jij heel veel vrolijke stenen ook gemaakt. Ja, ook. Ja. Een frikandel. Een frikandel? Nee, dit is een frikandel. Ja, de frikandel ligt er al. Ja, de frikandel ligt er al. Een Pekswolle. Pekswolle. Heb je ook een Ajax-steen gemaakt? Nee? Komt er ook niet in. Komt hij er? Nee, die komt er ook niet. En voor mij, zou je voor mij een mooie Ajax-steen maken? Nee, die aanraakt een beetje. Dat is nog erger dan corona, zeker. Ja. Ja. Dat is denk ik wel mooi geweest, of niet, Davy, dat ze in die coronatijd toch met iets bezig konden zijn. Ik vind dat we allebei op hun eigen manier een hele mooie tijd van hebben gemaakt. En zo toch meer kleur aan om hebben gegeven. En daar zijn we als begeleiders ook heel trots op. En terwijl je dus zelf gewoon eigenlijk opgesloten zat, ben je iets moois gaan doen voor anderen, Pim. Ja. Dat vind ik echt super hoor. En jullie zijn echte engelen daarom, hè? Ja. Echte engelen, Angeline. Mijn naam betekent ook angel. Jouw naam betekent zelfs angel. Wat bijzonder, je bent eigenlijk een echte engel. Wat betekent dat? Dat is een boodschap van God. Dat is een boodschap van God, hè? Ja, nou, ik ben denk in de coronatijd zijn jullie wel boodschappers van God geweest. Ja. Ja, dat je iets moois deed voor andere mensen. Prachtig, zeg. Ja. Pim, nu heb ik ook gehoord dat jij had nog een wens. Jij hebt gezegd, als ik ooit filmster word, dan wil ik, hoeveel likes wil je op je filmpje? Nou, als we een film schrijven, ik hoop dat hij over de 100 likes komt. Ja, maar je zei volgens mij nog iets groters. Had jij niet over 500 likes? Ja, 500, jongens, als je dit filmpje ziet, like dan de 500 duimpjes. En hoe is het dan weer? Hier beneden, toch? Ja, dus de link hier beneden, dus de 500 likes. Hey, Pim, ik denk 500 is wel heel erg veel. Ja. Ik denk niet dat je dat redt. Weet je wat? Als je dat redt, dan komen Jan Pieter en ik komen hier terug om een taart te brengen. Als jij 500 likes hebt. Ja, dat is heel goed. Met onze foto erop. Met jullie foto erop. Ja, dan spreken we dat af. Als we 500 likes redden, komen wij hier terug met een taart met jullie foto erop. Ja? Nou, hey, ik moet wel verder. Want er zijn nog heel veel meer kerstengelen bij de ballen. En ik ben heel blij dat we hier zijn geweest. Ja. Maar ik ga weer door naar de volgende engelen. Is goed. Ja. En ik zie jullie snel weer, hè? Ja. Zullen we gaan? Precies, hè? Precies, hè? Hey Pim. Ga je goed, hè? Dikke, vette, pies. Heel goed. Hey, tot ziens, hè? Doei. Doei, hè? Doeg. Kijk, ik heb hier nooit meer weg. Ik wil hier nog weer weg, ik ga hier wonen. Soms denk je wel van, dit is fantastisch. Dat is toch heerlijk? Gaan we lekker bezig zijn. Heerlijk zijn.